Sinds duizenden jaren de mensen die op aarde probeert te verklaren. We waren de eerste levensvormen, normen, waarden. Ze willen de oorsprong, de voorsprong, de hele intentie en de bron waar intelligentie is begon. Waarom is de derde dimensie zo dom? Hoe evolueerde de eerste mens? Die kennis is binnen de wens. Vermeden verleden, bestreden het heden, zo in mens intens. Oftewel, je staat versteld van dit vertelsel van een ander stelsel. Let wel, ik stel wel, ik kom van een ander sterrenstelsel. Dus vandaar vraag ik vandaag eens graag attentie van mijn dimensie. Ontelbare lichtjaren van de aarde en verder ontwikkeld in al dimensies. Mijn planeet is breed, ik zeg het je, leg het je uit in mijn eet. Onze beschaving is verder ontwikkeld, maar denk maar niet dat het er wat in deed. Want we maakten perfecte steden met gangen beneden waar treinen doorreden. Alle bewoners die waren tevreden tot er een crisis moest worden bestreden. Nieuwsflits, onze planeet slip dicht, de maatschappij die wordt ontwricht. En er ontstaat nieuwe subcultuur die de crisis kritisch belicht. De jongeren kwamen in opstand door middel van rijmende klaagpartijen. En spoken met kritische leuzen op treinen die overal rond moesten rijden. Ik werd al snel een bekende gast door het zingen van lastige opstandelingen. En ik verraste mijn volgelingen door nieuwe ideeën en handige dingen. Want de planeet die werd veel te klein en het volk het schreeuwde om uitbreiding. Dus de regering die kwam met een plan van een grootscheepse volksbevrijding. En een enorme vloot van ruimteschepen gestuurd op een expeditie. De revolutionairen als eerste besloot een regeringscoalitie. Vloten van mijn planeetgenoten die werden de ruimte ingeschoten. Motor van lichtjaren verschoten en fel barrières. Die werden doorstoten. Onze missie was simpel. We zochten een voor ons leefbare planeet. Jullie aardbol was even de weinig die onze strenge eisen voldeed. We landen ons moederschip op een eiland. Jullie geregistreerd als Tahiti. En maakten wat jullie nu graancirkels noemen. Maar het was onze markeringsgraffiti. Met behulp van vliegende schotels moesten we aardoppervlaktes verkennen. En zo met de levensscholen van Denne de levensvatbaarheid te gaan scannen. We kregen contact met aardse mensen. En wij vervulden hun logische wensen. Want ze zagen ons als hun goden vanwege hun technologische grenzen. Ze gaven ons zeer gasvrije momenten in hun verschillende woongebieden. Dus wij beloonden ze met monumenten, hier en daar ook een piramide. De aarde leek ons wel comfortabel, dus wij verzonden de volgende zin. Missie geslaagd, planeet is gevonden, we wachten op vloot met volgelingen. Deze planeet is reeds bevolkt, maar geen obstakel voor onze komst. De mens lijkt uiterlijk op ons volk, maar onderontwikkeld en ver uit de komst. Nadat toen enige weken verstreken, werd er ons tijdsfront teruggezonden. Verlaat de aarde, de tweede dier wel beter geschikte planeten gevonden. We kregen de coördinaten door en moesten daar wachten op nieuwe instructies. Ik moest toen al onze schepen verzamelen, wat op het laatste moment mislukt is. Want ik vloog net over die giften en zijn er daardoor dat mijn schip in nood was. Ik stortte er neer en ik flipte, want iedereen dacht toen dat ik dood was. Dus mijn vloot was toen maar vertrokken, de missie werd gewoon afgehandeld. Ik ben naar een mensendorp gewandeld en werd door het volk als koning behandeld. Ze noemden me Tutankhamen en zo begon toen mijn aardse leven. Ik ben daar enige jaren gebleven en heb ze mijn kennis in ruil gegeven. Maar binnen deze aardse dampkring bleek ik onsterfelijk te zijn. Toch kon ik maar niet wennen als koning, want het bleek ergerlijk te zijn. Dus ik zette mijn eigen dood in scène, het was eigen lijk morbide. Ik liet een gebalsemd lijk vergraven in een van mijn eigen piramides. Ik vluchtte vervolgens naar Europa, waar mensen nog leefden als barbaren. En paste mij er jaren aan met vellen van bont en lange haren. Ik heb de hele evolutie meegemaakt, jullie simpele mensenwezens. Van wat grommen naar het echt praten en van het praten naar leestekels. Ik heb eeuwen mijn best gedaan om zo min mogelijk op te vallen. Onder mijn schuilmodel Da Vinci leek ik het nog bijna te verknallen. Maar nou in deze eeuw spontaan een hip-hop scene is opgestaan, begint de historie van mijn planeet weer ongedaan van vooraf aan. Ik kon het niet laten om weer te gaan rappen en hier mijn kennis te verspreiden. Ook al hebben de rappende mensen dan door mijn niveauverschil wat te lijden. Maar omdat ooit die ver vandaan soortgelijk eens een revolutie ontstond, noem ik mezelf nou Def P en zo is de cirkel toch weer rond. Maar niet alleen de Egyptenaren kenden Pi. De wetenschap heeft altijd strak vastgehouden aan haar eigen theorieën. Theorieën omvatten feiten, maar niet alle. Feiten die niet bij de theorie passen, worden weggelaten. Nieuwe feiten kunnen de theorie veranderen, maar liever wordt gedaan alsof ze er helemaal niet zijn. En toch zijn ze er. We noemen zulke feiten anomalieën.